Dit is een mooie wedstrijd om terug te keren in de basis, Jurgen Matthij, tegen de Graafschap. Ja, klopt. Het is gelijk een belangrijke wedstrijd. Ik denk dat gezien het begin van de competitie 3 punten wel belangrijk zijn. En zeker als je tegen de Graafschap een concurrent van ons, dan is het wel belangrijk dat je gewoon de punten hier houdt. Had je het al aanzien komen dat je terugkeert bij de eerste elf? Nou, ik heb misschien een wat lastige voorbereiding gehad vanwege een blessure. Dus ik zat er wel op te wachten. En misschien of het nu sneller is dan ik had verwacht, dat weet ik niet. Ik zat er al gewoon tijd op te hopen. Eigenlijk al vanaf het begin, maar ik heb even geduld moeten hebben. Mm-hmm. En gelukkig is het nu tegen de Graafschap dat ik weer mag spelen. Ja, wat had je ook alweer? Ja, ik had een zwaar gekneusde teen en letterlijk elke training dat er iets gebeurde, dan had ik er weer last van. Dus ik heb het een langere tijd wat rustiger aan moeten doen. Maar nu gaat alles weer goed, dus ik ben blij dat ik er weer tegenaan mag. En heb jij natuurlijk de eerste 3 wedstrijden van Excelsior goed kunnen bekijken. Weliswaar niet in het veld, dus vanaf de zijkant. Wat heb je gezien voor ploeg? Waarom is het de competitiestart minder dan vorig jaar? Nou ja, misschien dat het ook een beetje aan het geluk ligt. We werken heel hard. We laten het wat meer liggen bij het voetballende gedeelte, vind ik. Misschien dat we gewoon wat simpeler moeten zijn, want we staan op zich, we staan goed. We werken hard en we krijgen ook wat de kansen. Dus tegen Groningen was het wat lastiger. Maar tegen AZ heb je gewoon de kans gehad om het af te maken. En daar speel je 2-2, terwijl je hem ook had kunnen winnen. Dan moet er wat meer voetbal in de ploeg, zeg jij. Dan ben jij niet, lijkt mij, de aangewezen persoon om dat vooral te gaan brengen, toch? Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, ik denk dat je dat wel verkeerd ziet. Want een paar jaar geleden was het juist dat ik wat verdedigend was. Voetballend was ik iets beter dan verdedigend. Ja. En nu heb ik het. Ik heb veel geleerd en het voetballende gedeelte zit er nog steeds in. Ik wil graag de bal hebben, dus ik hoop gewoon dat ik dat erbij kan doen. Wat is jouw eerste indruk trouwens van deze trainer? Ja, nu ga je natuurlijk zeggen, geweldige trainer, want hij geeft me de kans. Ja, kijk, je leert veel. Ook toen ik wissel zat, hij blijft gewoon bezig met de groep, ook als je niet speelt. En dat is wel belangrijk, want tuurlijk, het is wel zo dat de eerste elf krijgt iets meer aandacht. Maar het is wel belangrijk dat de andere groep het ook krijgt. En hij heeft niemand echt links laten liggen, dus hij bleef iedereen helpen. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon goed gevoel bij deze trainer. Je leert ook nog veel op de trainingen. Dus ik heb nog niks te klagen over hem. Nu speel je tegen de Graafschap. Die hebben net een aardig spits gehaald, Cas Peters. Wat weet je nog meer van die ploeg? Nou ja, ze spelen 4-4-2 natuurlijk. Ik heb niet heel veel van ze gezien. Roda, maar dat was best wel slordig van allebei de kanten, dus het is lastig. Ze werken hard en we moeten gewoon zorgen dat we het geduld houden en goed voetballen om de kansen gewoon te creëren. Eindelijk weer eens een overwinning voor Excelsior sinds 1 maart. Dan moet het nu al gaan gebeuren, toch? Ja, ik hoop het wel en we gaan er ook alles aan doen. Als we gewoon dezelfde strijdlust leveren als de week hiervoor. En iets meer voetbal erin gooien en de kansen gewoon afmaken, dan moet het wel kunnen. En zo simpel is het. Ja, zo simpel is het, ja. Nou, dankjewel.